Hallo beste kijkers, mijn naam is Roy en welkom bij een nieuwe video. In deze video ga ik het hebben over de 1000 abonnees, want inderdaad die heb ik, zoals jullie misschien al hebben kunnen zien op mijn YouTube kanaal, die heb ik inmiddels behaald. En ja, daar ben ik hartstikke blij mee. Jullie zullen nu misschien wel denken van, dit zal vast de Q&A video zijn. Nou nee, en dat ga ik jullie nu uitleggen. Ik heb alle vragen voor jullie opgezocht in die ik op de video's heb gekregen. Maar dat zijn er lang niet genoeg om een hele Q&A over te gaan maken. Dus ja, mijn idee was eigenlijk voor deze video om aan jullie te vragen om op deze video alleen maar comments achter te laten met vragen aan mij. En ja, er zit er wel nog een kleine verrassing bij, dat zal ik zo meteen vertellen. Maar in ieder geval, laat dus een vraag achter met hashtag vraag. En je mag alles aan me vragen, stel maar vragen en ik ga hem beantwoorden in de Q&A. Dus ja, wat de comments betreft, alleen maar vragen achterlaten alsjeblieft. En ja, trouwens allemaal super erg bedankt voor de felicitaties, voor de 1000 abonnees. Ik heb er heel veel felicitaties voorbij zien komen. Ik heb op allemaal natuurlijk gereageerd, omdat ik dat gewoon super tof vind. Ik zou gewoon zeggen, blijf vooral abonneren, blauw duimpje omhoog doen en comment op mijn video's en delen en noem het allemaal maar op. Gewoon de hele mikmak. Dan nu, over de verrassing die ik voor jullie heb. Zoals jullie misschien weten, als jullie me al langer volgen, toen ik 500 abonnees had, had ik beloofd dat ik een video ging doen met de kijker van jullie. Daar heb ik nog verder over na zitten denken en ja, toen had ik zoiets van, eigenlijk is dat helemaal niet leuk, want dan maak ik maar één iemand blij. Terwijl ik ook nog zat andere toffe kijkers heb, die ook een Xbox One hebben, die dan niet mee kunnen doen. Dus ja, dat vond ik niet helemaal een goede, een fair oplossing, zeg maar. Een goede oplossing. Dus waar ben ik nu op gekomen? Omdat ik 1000 abonnees heb, wil ik en een Q&A doen. En een... GTA lobby met jullie kijkers. Inderdaad, met jullie allemaal. Iedereen die een Xbox One heeft. Je krijgt eigenlijk twee opdrachten dan. Ik zal het zo uitleggen. In ieder geval, als je een Xbox One hebt... Dan kan je natuurlijk eraan meedoen. Sorry, ik heb geen PlayStation. En sorry, ik heb geen GTA op de PC. Ja, dat wordt toch echt GTA op Xbox One. Dus er zijn twee dingen die je dan even moet doen op deze video. Eén, je vraag achterlaten met hashtag vraag die je aan mij wil stellen. Want ik ga hem beantwoorden in de Q&A. Beloofd. Dus ja, dat is één wat je moet doen. Hashtag vraag. En dan je vraag erachter zetten. En dan kan je daarna nog achter die vraag of eronder... Moet je dan even je gamertag zetten op de Xbox One. En de datum dat de open lobby plaats gaat vinden, die ga ik vermelden op mijn Twitter. Dus, beste kijkers, ik ga jullie allemaal gelijk ook even vragen. Check even de beschrijving. Volg mijn Twitter, want als je die niet volgt, weet je dus niet wanneer de open lobby is. En dan kan je helaas niet meedoen. Dus volg mijn Twitter. Volg trouwens ook mijn Instagram. Ik heb sinds kort Instagram. Ik heb volgens mij nog 0 volgers. Laten we daar ook even wat meer van maken. En ja, dat was hem wel voor deze update video. Heb ik alles verteld? Ik denk het wel. Dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken. Laat nog even een blauw duimpje achter op deze video. En dus een comment met je vraag. En je gamertag op de Xbox One. Als je een Xbox One hebt met GTA. En ja, dan checken jullie... Dat gaat goed. Dan checken jullie weer in de volgende video. Peace!